Maar dit zijn dus mijn nieuwe schoenen. Ook nieuw gekregen van hun. Maar deze boodschappen, deze doen met je moeder. Lievelingstrui. Is het aan het zwemmen? Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag dinsdag. Maandag zat nog bij de vorige weekvlog. Vandaar dat de weekvlog vandaag op dinsdag begint. We zijn nu eventjes bij Miu thuis. Pakketjes ophalen wat hij op de post moet doen. En dan gaan we naar mij. En dan gaan we pakketjes voor Fio op de post doen. Dus dat is een beetje voor vandaag. Er zou eigenlijk vandaag een Xenos pakket komen. Maar we kregen net een melding dat de bezorgdheid niet vandaag is. Dat de bezorgdheid nog niet bekend is. Dus het komt weer niet vandaag. Dus ja. Maar we gaan nu dus naar mijn vader. En dan gaan we de pakketjes inpakken. We zijn bij mijn vader thuis. En we hebben de pakketjes net op de post gedaan. En ik heb ook een pakketje opgehaald. Want ik had weer wat bij Pretty Little Thing besteld. Maar vet raar. Ik kreeg op de PostNL app, zeg maar. Kreeg ik een melding van ja, er is een pakketje. Maar er stond helemaal niet bij van welk bedrijf het was. Of van wat het überhaupt was. Maar er stond wel bij dat ik 30 euro moest betalen. Dus ik heb nu ook weer 30 euro verzendkosten of douanekosten moeten betalen. Terwijl je betaalt al 10 euro verzendkosten en ja, dat. Maar oké, goed. Het is er wel. Ik had wat dingetjes zelf besteld voor mijn verjaardag om aan te trekken. En gewoon wat andere dingetjes. Als eerst een t-shirtje, die vond ik wel leuk. En XS heb ik deze genomen, volgens mij. Ja. En dat is dit shirt. Ik dacht dat die wel iets groter en oversized zou zijn. Maar goed. Gewoon een simpel grijs t-shirt. Dan heb ik voor mijn verjaardag heb ik een jurkje besteld. Die vond ik wel heel erg leuk. Dan dit soort jurkje voor mijn verjaardag. En aan de voorkant zit hij dan een soort van opgeknoopt. Ja, een beetje lastig laten zien. En deze heb ik in een maatje 36. Dus ik hoop dat hij past. Want terugsturen bij Pretty Little Thing is ook echt drama. Je hebt wel gewoon ook echt iets van 15 euro wat het kosten. En dan heb ik nog 3 bikinis. Of ja, 2 badpakken, 1 bikini. Dus eerst deze. Oh, ik ben blij dat ik hier een maatje 8 van heb gekozen. Jeetje. Het ziet er zo echt heel raar uit. Maar het is dus een badpak, maar dan met soort van gaten. Dus dit is dan de bovenkant, soort van triangel topje. Dan is het bij je buik helemaal open en onder is het gewoon normaal een broekje. Ik hoop echt dat ik deze pas, want het ziet er heel klein uit. Ik heb hem wel gewoon in een maatje 36 besteld. Dus dat is die, maar ik vond vooral die kleur heel leuk. Dan heb ik nog zo'n soort badpak. Maar dan met zwart en wit. Maar op de zijde leek het iets meer beige en wit. Maar oké. Dus ook weer aan de bovenkant, zeg maar, dat die soort topje is. En dan is het bij je buik gewoon helemaal open. Helemaal een gat. En dan onderkant het broekje is zwart. Deze heb ik ook weer in een maatje 8. Als laatst een bikini. Deze vond ik ook een heel mooi kleurtje. Dit is het topje. Ziet er best wel groot uit. Ik vond die kleur echt heel erg leuk. Zoals die. En dan nog een broekje erbij. Deze. En die kan je dan dus maar helemaal zo omhoog mooi trekken. En deze heb ik ook weer in een maatje 36. Dus ik heb alles gewoon in mijn eigen maat genomen. Ik ga het nu niet passen, want daar heb ik niet zoveel zin in. Maar Mila gaat me zo meteen naar huis brengen. En dan gaan Dagmar en ik vanavond lekker pasta carbonara eten. Het is nu 3 uur ongeveer. En dan kan ik thuis ook nog eventjes een beetje mijn kamer opruimen. Want donderdag komen de nieuwe IKEA meubels. Dus dan kan ik dat allemaal gewoon neerzetten. Ik ben weer in mijn eigen huis. En ik had nog een pakketje gekregen van Esther de Label. Ik dacht misschien is het wel even leuk om nog snel te laten zien. Maar er komt binnenkort een winactie met dit pak ook op mijn Instagram. Dus ik dacht, misschien is het dan wel leuk om wel alvast aan jullie te laten zien. En het is echt een mega lekker joggingpak. Met gewoon een grijze broek. En dan staat hier een tekst op de broek. Er staat op Be Bold, Be Aware, Be You, Esther de Label. En dan nog een bijpassende hoodie zit erbij. Met precies dezelfde tekst. En daar komt binnenkort dus ook een winactie bij mijn Instagram. Dus ik dacht, daarom is het misschien een beetje leuk om te laten zien. Dagmar die is nu boodschap aan het doen met haar moeder. Super lief, ik kreeg wat boodschap van haar moeder. Dus die komt zo meteen denk ik wel thuis. Ik wil eigenlijk eventjes wat foto's maken voor op je night wardrobe. Dus ik denk dat ik dat wel ga doen. Want anders komt het er nooit van. En nu is het nog licht buiten. Dus ik denk dat ik dat eventjes ga doen. En eventjes lekker wat te eten pakken. Want ik heb zoveel trek. Dagmar, deze boodschappen. Deze doen met je moeder. Dus ik neem het er lekker van. 3 volle tassen. Wij kunnen tot 16 maart tot de lockdown wel binnen blijven, ja, denk ik. Dat is zo. Het is vandaag donderdag. En er komt vandaag echt een
mega grote IKEA bestelling aan. Hier hebben we ook echt 2 weken op zitten wachten. En die komt vandaag eindelijk. En er komt vandaag ook een heel groot pakket van Zenos. Dus echt na vandaag is eigenlijk bijna alles wel dat we alles in huis hebben. Ik krijg ook eindelijk een gordijn. Ik heb nu mijn vuilniszak eraf gehaald. Maar er is gisteren echt een heel erg leuk pakket binnengekomen. Ik had namelijk iets besteld op Vinted. En dat ga ik eventjes aan jullie laten zien. Het was iets wat ik echt al ontzettend lang wilde. Maar ik vind de echte gewoon echt, zeg maar de echte, dit zijn ook echte. Maar vanuit de winkel vind ik ze gewoon echt reet duur. Het maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit welke. Ik vond het eigenlijk allemaal wel leuk. Ik wilde wel een paar met een beetje kleurtje. En toen kwam ik deze dus tegen op Vinted. Een meisje uit Nederland. Want 9 van de 10 keer zijn de mensen die Balenciaga's verkopen uit Frankrijk. Een meisje uit Nederland. Die had zich maar 2 keer gedragen. Want ze had per ongeluk de verkeerde maat besteld. En nou, ze had ze al gedragen, dus konden niet terug. Dus ik heb ze van haar overgekocht. En het zijn de Triple S Clear Sole. En ik ben er zo blij mee. Het is een beetje off-white. Het is niet helemaal wit. Het is een beetje off-white grijs. En ik ben er echt onwijs blij mee. Ik heb ze in de maat 35. Ze vallen als een 36. Want ze vallen dus groter. Maar dit zijn dus mijn nieuwe schoenen. En ik ben er zo intens blij mee. Echt alles zat er nog bij. Doos. En dan de bon van Farfetch zat er nog bij. Dustbags. Oh ja. Nog een setje nieuwe veters. Dus echt alles zat er nog bij. Echt mega chill. Daar ben ik echt heel erg blij mee. En die heb ik dus via Vinted kunnen kopen. Echt, ik wil deze echt al zo lang. Vorig jaar toen ik in Londen was met Miu. Toen zat ik heel erg te twijfelen om ze te kopen. Niet deze, maar zwarte. En toen waren we daar. Toen dacht ik nee. Want in Londen waren ze ook nog eens een stuk duurder. Toen dacht ik nee, ik ga ze niet kopen. Maar ik wilde ze denk ik echt wel iets van 2 jaar. Echt, al mijn vriendinnen die weten het ook. En nu heb ik ze eindelijk. Daar ben ik echt heel blij mee. Dus die heb ik gekocht. En ik had ook van de week een paar schoenen gekregen. Als jullie deze weekvlog nu zien, staat er namelijk een winactie op mijn Instagram account. Jullie kunnen namelijk een paar Jordans winnen. Dat zijn deze Jordans. Dit zijn de schoenen die jullie kunnen winnen. Deze winactie staat nu op mijn Instagram en je kan nog tot vrijdag meedoen. Dus doe zeker nog mee als je deze schoenen in maat natuurlijk naar keuze wilt winnen. Maar dat zijn de schoenen voor de winactie. En er zijn er ook nog een paar schoenen die ik van hun heb gekregen. En die zaten in deze doos. Misschien heb je ze op mijn Instagram voorbij zien komen, maar dat zijn deze Jordans. Deze heb ik dus ook nieuw gekregen van hun. Echt heel blij mee. In het begin vond ik deze dus echt niet mooi. Maar ik zag ze echt steeds vaker bij mensen voorbij komen en hoe vaker ik ze zag, hoe gaver ik ze vond worden. Dus nu heb ik ze ook. En ik heb mijn Jordans in de maat 36. Ik heb eigenlijk al mijn schoenen in 36. En mijn Jordans ook gewoon. Dus hier ben ik ook echt heel erg blij mee. En vergeet natuurlijk dan eventjes niet te kijken op mijn Instagram om mee te gaan aan de winactie. Zoe komt trouwens ook vandaag. Dus dat is ook gezellig. Gaan we denk ik even lekker Temptation kijken. Want dat is natuurlijk weer vandaag. En nou, ik ga geen spoilers geven. Maar ik hoorde dat er een paar mensen terug gingen komen. Maar ik weet niet of dat zo is. Maar ik ga even mijn kamer opruimen. Zeg maar die doos en zo weg. Dat als straks die IKEA bestelling komt, dat het hier gewoon een beetje opgeruimd is. Ik zei natuurlijk dat ik van deze weekvlog geen shoplog wilde maken. Maar ik heb een heel erg leuk pakket binnengekregen van Gusto. En dit wilde ik gewoon even aan je laten zien. Ik ga beginnen met deze trui. Want dit is echt mijn lievelingstrui. Echt, kijk even hoe leuk. Er staat hier in de hoek een dobbelsteen. En er staat erop: you can't always throw 6. Dus je kan niet altijd 6 gooien. Hele mooie grijze kleur. En een heel klein beetje een, niet echt een colletje, maar wel een mooie hals heeft hij. Verder is het gewoon een hele simpele grijze trui. Maar ik vind deze echt heel erg leuk. Hij staat ook leuk, vind ik. En deze heb ik in maatje S. Kijk trouwens even hoe leuk het bij hun ingepakt zit. Dit is zeg maar de verzendzak. En dan daarin zit het ook nog eens in een soort van cadeauverpakking. Dan heb ik nog een broek bij hun uitgekozen. En dat is deze zwarte broek. Beetje donkergrijs zwart. En het is een beetje zo'n straight leg. En ik vond hem eigenlijk wel heel erg leuk. En deze heb ik in een maatje 36. En die leek me dus ook wel heel erg leuk. Met die trui en dan een leuk paar sneakers of zo eronder. Alle linkjes van alle items zal ik in de beschrijving zetten. Maar deze mom jeans dus in een 36. En deze is trouwens 40 euro, deze broek. Dan heb ik nog een soort van joggingbroek uitgekozen. En deze ook weer zo'n straight leg. Maar dan dus gewoon in een joggingbroek spul. Ik hoop dat die niet te lang gaat zijn. Want ik ben natuurlijk maar 1,60. Dus vaak zijn broeken wel te lang.
Maar ja, ik denk wel op zich als ik deze met hoge schoenen eronder aan doe, dat het wel kan. En deze heb ik in een SM en was ook 40 euro. En dan als laatste heb ik nog een blouse. En dat is meer een soort van jurkblouseje. Het is een one size en is 50 euro. Althans, ik wil hem meer als jurkblouseje gaan dragen. En dat is deze. Gewoon een heel simpel wit blouseje. Wel een hele mooie stof. En dit lijkt me dan heel erg leuk om als blouseje of als jurkje te dragen. Bijvoorbeeld in de zomer met een spijkershortje of zo eronder. Dus dat is die. En ik heb van Goose Goose dan nog een hele kortingscode voor jullie. Want met de code FleurNijbakker15 krijg je 15% korting. Tot 17 februari. Dus dat is nog best wel lang. Ik zal alle linkjes van alle items wel even in de beschrijving zetten. Dat kijkt misschien wat makkelijker. Maar ik ben in ieder geval echt heel erg blij met de items. En vooral met die trui. Nou, Fleur is lekker bezig. Is er make-up tafel. En zometeen gaan we ook de rest doen. Zal ik het even laten zien? Ja. Ik ga even kijken wat de volgende is. Hallo, nou, we hebben net alles gekregen. Dit zijn die ladekasten van de IKEA. En ja, verder hebben we alleen maar huishoudelijke dingetjes binnengekregen. Dus we gaan nu lekker klussen. Nou, ruikt hij lekker. Het is vandaag vrijdag en voor vandaag heb ik eigenlijk niet zo heel veel op de planning staan. Ik zou eigenlijk vandaag met Francesca van Frankies afspreken. Omdat er een heel erg leuk iets aankomt met Frankies en Fiore, samen zeg maar. Dus daar zouden we vandaag eigenlijk voor afspreken. Alleen helaas had zij iets wat ze, ja, wat best wel belangrijk was. Dus dat hebben we verplaatst naar volgende week, donderdag als het goed is. En verder heb ik vandaag eigenlijk niet zo heel erg veel te doen. Ik heb net een TikTok gemaakt, daar had ik even zin in. En ik wilde ook nog een andere TikTok maken, alleen die lukte niet. Er is net ook een video van Esmee en mij online gekomen. Esmee was er natuurlijk van de week om samen te filmen. En die video is vandaag online gekomen, dus ik ga even kijken wat de reacties daarvan zijn en zo. En ik ga even de video kijken, zeg maar, op Esmee's kanaal. Ja, verder is vandaag niet echt heel bijzonder of zo. Ik heb gewoon deze hele simpele trui aan. Of nou, simpel. Deze trui aan van Worst Behaviors. Echt mijn lievelingstrui. Die heb ik vorig jaar van mijn vriendinnen voor mijn verjaardag gekregen. En gewoon een sportlegging. Dagmar die was eventjes thuis. Die moest bij de hond zijn. En vanavond komt er een vriendinnetje van Dagmar eten en slapen. Maar ik ga vanavond denk ik niet echt iets bijzonders doen. Ik heb niet zo heel erg veel zin om iets te doen. Ik heb gewoon zin om lekker mijn bedfilmpjes te kijken. De camera lijkt echt heel oranje of zo. Ik heb geen idee. Maar goed. Ik ga eventjes filmpjes kijken. Mijn lievelingschips eten. Deze zijn echt zo lekker. Wacht, ik ga het laten zien. Ik denk dat heel veel mensen de rode Sensation chips zeg maar wel kennen. Die sweet chili of zo heet die. Maar deze vind ik zo lekker met wasabi en gember. Echt. Oh, wel weer. Dus ik ga nu lekker eten en lekker filmpjes kijken. Iets wat jullie niet vaak van mij hebben gezien. Weten spinazie op vrijdag. Het is vandaag zondag. En zoals heel Nederland waarschijnlijk wel weet, is het aan het zweven. Ja, hier zie je het nog niet heel goed, maar het is echt best wel veel sneeuw gevallen. We zijn wakker geworden in het huis van Dagmar en mij. Maar we gaan nu met de auto naar het huis van Miu. Daar is ook een soort tuintje. Dus ik denk dat daar ook lekker veel sneeuw ligt. We hebben onze tas hebben we al gepakt. Cheesekaars gaat lekker mee. Ja, ik heb deze week sowieso niet heel veel gefilmd. Oh, stil. Moet ik niet vergeten in te nemen. Volgens mij heb ik deze week sowieso niet heel veel gefilmd. Maar volgende week vlog wordt mijn verjaardagsweekvlog. Dus dat wordt wel heel leuk. Even kijken hoor. Oh ja, zondag. Ja, dat is deze. Dus wij gaan nu even de sneeuw in. En dan gaan we met de auto naar het huis van Miu toe. Ik heb gewoon echt iets heel simpels aan. Deze trui van Worst Behavior. Met sportlegging en sokken. En ik doe denk ik gewoon mijn Dr. Martens erbij aan. Omdat die lekker nat kunnen worden. Dus. Durf je dat wel te rijden met de auto in die sneeuw? Ja, ik kan het niet meer rijden. Oké. Deze week
weekvlog is niet heel lang geworden. Maar volgende week, of nou ja, komende week, ben ik jarig. Dus ik hoop dat de weekvlog wel wat leuker wordt. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ja, ik ga verder echt niet zo heel veel meer doen. Dus ik ga hem lekker afsluiten. En bewerken zodat hij op tijd online kan dinsdag. Ik hoop dat jullie het een leuke weekvlog vonden. En tot snel!